Stichting Waterforum Suriname heeft in samenwerking met de UNDP certificaten uitgereikt aan participanten aan de opleiding Integraal Waterbeheer. Dit project wordt ook uitgevoerd met de ondersteuning van de Global Climate Change Alliance Plus Initiative, GCCA Plus, en de Europese Unie. Max Huisden, voorzitter van de stichting, geeft aan dat enkele maanden terug een onderzoek is gedaan en dat aan de hand van de resultaten een curriculum voor de opleiding is samengesteld. Het curriculum is samengesteld en op basis van een professionele aanpak. We hebben dus gekeken wat zijn de leerdoelen, wat zijn de eindtermen. We hebben gedaan een curriculum mapping en zo is dus een heel curriculum uiteengezet. We hebben de verschillende experts in Suriname benaderd om een bepaald vak te verzorgen. En uiteindelijk hebben ongeveer 400 tot 500 mensen zich opgegeven om te participeren. Vanavond is een groot moment, omdat er ongeveer 120 mensen in aanmerking zijn gekomen voor een certificaat. Dus alhoewel veel mensen hebben meegedaan, hebben we bepaalde criteria gesteld om eigenlijk mensen die een outstanding performance hebben geboekt, om die dan zeg maar met een certificaat te honoreren. En wanneer was deze opleiding van start gegaan? Het is van start gegaan ongeveer 5 weken geleden. En het heeft 3 tot 4 weken geduurd. En de mensen hebben dus elke middag hebben ze dus geparticipeerd in colleges over verschillende onderwerpen betreffende integraal waterbeheer. Naar zeggen van Huisden is het doel van deze opleiding zoveel mogelijk bewustwording creëren in de samenleving over het gebruik van water en de belangrijkheid daarvan. De stichting wil hiernaast meer doen dan alleen de bewustwording creëren. Maar ook de basis leggen voor vervolgopleidingen. Want we zijn dus van plan om ons schouders eronder te zetten dat op het gebied van water, dat we dus misschien masterscourses gaan aanbieden. Of misschien zelfs PhD-trajecten. Want awareness is één aspect, maar natuurlijk hebben we expertise nodig. Mensen moeten dus onderzoek doen en echt een expert worden op de verschillende gebieden die te maken hebben met water, zodat ze dus ook kunnen bijdragen aan een stukje evidence-based beleidvoering voor Suriname. Maar natuurlijk ook milieuwetenschappen van de universiteit heeft een belangrijke rol gespeeld, vooral bij het ontwikkelen van het curriculum en de logistiek van die courses. En natuurlijk kunnen de verschillende geledingen binnen de universiteit, de verschillende docenten, niet alleen vanuit de universiteit, maar ook vanuit andere instellingen en het bedrijfsleven, hebben een belangrijke rol gespeeld. Ook het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is een goede en een partner geweest in het hele traject. Deze opleiding is verzorgd van 17 juli tot en met 11 augustus 2023 als onderdeel van het project Capacity Building for Integrated Water Resources Management in Suriname, Phase 2.